We staan hier in de wijk Achterberuur bij de Charantelaan. En dat is een bijzondere plek, want hier hebben we hybride warmtepompen geplaatst. We hebben in het verleden pilotprojecten gedaan en daar hebben we geleerd hoe die systemen werken. Daarna hebben we in Rapeland een proef gedaan, zeg maar, een tweede proef. Daar hebben we uitgebreid gemonitord. En daar is een systeemkeuze uitgekomen. En dat is namelijk de hybride warmtepomp die hier is toegepast. Daar hebben we ook geleerd dat de mensen zeg maar een forse besparing op hun gasverbruik doen. En in de combinatie met PV-panelen een hele mooie besparing kunnen doen op hun woonlasten. Het woonbedrijf die heeft hier een warmtepomp geplaatst. Dat is eigenlijk niet alleen een warmtepomp, maar een hybride warmtepomp. Dat is een warmtepomp die samenwerkt met een gewone verwarmingsketel. En de bedoeling is, en zo werkt het ook nu, dat we alleen met het heet water nog gebruik maken van de gewone ketel. En met de verwarming gebruik maken van de hybride warmtepomp. En dat werkt perfect, moet ik zeggen. Anders is dat ik eigenlijk aan de thermostaat niets meer hoef te doen. Ik had eerst zo'n hele oude thermostaat die je elke dag zelf moest instellen. En dat hoef ik nu niet meer. Het ding gaat helemaal automatisch. Je kijkt eigenlijk niet eens meer om naar je verwarmingsinstallatie. En je merkt heel goed, je wordt je ook bewuster van je warm waterverbruik. Terwijl toen alles nog gewoon op één ketel zat, ja, wist je niet per se of het nou de verwarming was of de warm waterkraan. Dus ja, dan was je daar niet zo bewust van. Nu wel. En dat vind ik heel prettig. Nee, ik vind zelf duurzaamheid belangrijk. Als dingen beter kunnen, vind ik dat we ze moeten doen. En het geeft je ook een beter gevoel. Ik heb zelf ook kinderen, dus ook daarbij wil ik de volgende generatie niet opzadelen met een hoop ellende als we het nu al beter kunnen doen. Bij Boomdrijf kan ik er mijn dagelijkse werk aan bijdragen. Dat vind ik super gaaf om te doen. En het is ook mooi voor mij als technische man dat er in de techniek nu heel veel bij elkaar komt. De energietransitie, hij is ingewikkeld. We zijn het hier echt aan het doen. Dat is erg mooi. Wat we wel merken is dat de energietransitie toch bepaalde kennis vergt. Dus we zullen ook kennis moeten delen en mensen moeten inspireren met onze projecten. Wat we dus middels deze film nu doen, maar eigenlijk ook met dadelijk in- en extern nog meer moeten promoten. Wat ik erg gaaf vind, is dat we dit al doen, ruim voor de uitspraak van Hugo de Jonge, die in 2026 dit wil. Het getuigt van lef, dat woonbedrijf, dit nu al doet. Willen we versnellen, dan moeten we elkaar inspireren. En zodat jij naar iemand kijkt die iets doet wat mooi of gaaf is, zodat je zelf ook graag eraan bij wilt dragen. Er is niks mooier als dat je zegt van, hé, hier heb ik toch maar aan bijgedragen. De Natural Step is een gedachtegoed. Dat gedachtegoed heeft me geïnspireerd. Eigenlijk komt het voor mij op neer, doe de aarde geen schade toe. Het is voor mij een soort gids op de achtergrond die richting geeft. Het is niet exacte wetenschap, maar het is wel de juiste richtingaanwijzer.